zijn met Kees van der Horst, fractievoorzitter van BOP, bij de Vlaamse Schuur hier op landgoed De Burgst in de Haagse Beemden. Dat klopt. Nou, hartstikke leuk. Ja, dat vonden wij ook. Ja, u heeft deze plek gekozen voor het interview. Waarom? Wat is uw speciale band met deze plek? Nou, de band met de plek is eigenlijk van, ik vind het gewoon een hele mooie plek. Maar ik vind eigenlijk de misvatting die veel mensen hebben over de Haagse Beemden, dat één grote betonnen klomp is en ik kan de weg niet vinden en allemaal moeilijk en zo. En in feite is het eigenlijk om een groene long heen gebouwd. En eigenlijk alle bewoners van deze mooie wijk zitten eigenlijk op loopafstand in een van de mooiste natuurgebieden van en rond Breda. Afgezien van dit landgoed, is de Haagse Beemden ook een mooie wijk? De Haagse Beemden is een mooie wijk. Maar politiek gezien wordt die wel eens verwaarloosd. Er heeft eigenlijk een bevolkingspotentieel van rond de 30.000. Ja. En het is eigenlijk een beetje een achtergeschoven kindje. Je ziet heel veel dat er gedaan wordt voor een binnenstad, of voor een Ginneke, of voor een Ulvenhout. En dan de randgemeenten komen echt voor zich op, terwijl de Haagse Beemden eigenlijk nog te weinig krijgt van het wat ze eigenlijk recht op hebben. Waar ligt dat aan? Ik denk dat dat zo gegroeid is omdat het eigenlijk een soort Phoenixwijk in het begin is geweest. Van mensen van veel van buiten de stad hier eigenlijk kwamen wonen. Mm-hmm. En eigenlijk niet zo de wortels in Breda hadden. Dat wordt wel steeds beter. Maar ik denk dat het daaraan ligt. Wat kunnen we doen als politiek, of wat kunt u doen als politiek om toch wat meer aandacht voor de wijk te krijgen? Nou, wij proberen hem continu op de wijk te zetten. Wij hebben twee commissieleden, Esther en Erik Stadhouders, die beide alleen maar te voelhorend zijn in deze wijk, buiten uitgezonderd, of tenminste buiten dat ik dat ook doe, om te kijken dat als er iets is, om dit zoveel mogelijk op de kaart te krijgen. Ja. Kampt de Haagse Beemden als wijk met problemen of niet? Ik denk dat elke wijk met problemen kampt. Maar wat zijn de problemen in de Haagse Beemden dan? Nou, de winkelcentra die toch wel onder druk staan. Het is wel van belang dat die winkelcentra in stand gehouden blijven. Wat doet Bob, of wat is de mening van Bob hierover? Wat vindt u dat er gedaan moet worden om de Haagse Beemden aantrekkelijk te maken? Er zijn bepaalde plekken die lastig zijn om te befietsen in de donkere uren. Mm-hmm. Met struikgewas, betere verlichting. Ik heb het voornamelijk over de tunneltjes. Daar zou ik graag wel wat aan gedaan hebben. Dat is één. Twee is van, er mag iets meer gedaan worden aan de buitenruimte. Wat natuurlijk raar is, we hebben de weg versmald. Dat wil zeggen dat de weg op een gegeven moment afgesloten was. Mm-hmm. Dat bewoners een uur erover deden om dat kleine wijkje de Astert uit te komen. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die niet van deze tijd zijn. Nee. Dus de ontsluiting moet goed zijn van de wijk. Dat vind ik dat nog niet helemaal goed geregeld is. Dan terugkomend op de economische impuls, dus de winkelcentra. Ja, Bob is constant aan sturen van vastgoedeigenaar. Doe eens een keer wat aan je huur. En kom eens met een creatieve oplossing. En zodat je dus weer omzet gaat creëren. En ik denk ook dat de bewoners in de wijk, als ze zien dat dat winkelcentrum weer gaat leven, dat die meer betrokken moeten worden bij die winkelcentra om van koop daar, koop in je wijk. U heeft zelf met u ook geworteld in de Haagse Beemden. Ja. Wat zijn nog meer kenmerkende of favoriete plekjes van u in de Haagse Beemden? Eigenlijk heel het gebied hier om te fietsen. Mm-hmm. Wij hebben ook een hond. Hè. Om hier te wandelen is echt geweldig. Maar fietsen is hier door die Haagse Beemden. En fietsen zie je door. Je hebt het net zelf gedaan. Mm. Echt geweldig, toch? Ja. Ja, nou, dus eigenlijk dat is. Maar als je echt specifieke punten pakt. Eenmaal, hoe heet dat? De plas. Want dat kan een heel mooi natuurgebied worden. Ja. Ja. Maar waar ik bijvoorbeeld ook voor zou pleiten, is als er een nieuwbouwstukje aan de wijk zou komen voor een pollenvrij gebied erin. Dus tegenwoordig veel mensen hebben last van allergieën, hooikoorts en dat soort dingen. En als je bijvoorbeeld in een bepaalde wijk zou zeggen van nou, die beplanting laten wij wel toe en die beplanting niet. Dan kunnen mensen die heel veel last hebben van die hooikoorts, die kunnen ook daar gaan wonen. En dat hoeft helemaal niet zo groot te zijn. Ja. Als we mogelijk ooit over de Brede Straat heen gaan bouwen, zeg ik van nou, dan moeten we dat in ieder geval meepakken. Maar andere favoriete plekken, want dat was een concrete vraag, is bijvoorbeeld Texashoeven. Ja. We staan nu hier bij die Vlaamse Schuur, maar als we 500 meter verder gaan en we gaan naar het landgoed, dat is ook een hele mooie plek. Een mooi gebouw is dat ook. Ja. En zo staan er inderdaad ook bij de nieuwbouw staan er bepaalde dingen die echt inderdaad bijzonder zijn. We staan hier op dit moment in de Brandebeemd en ik sta hier met Christel Eversdijk. Misschien kan je je even voorstellen. Ik ben landschapsarchitect bij de gemeente Breda. En ik ben onder andere bezig geweest met de onderzoek in de Haagse Beemden voor de erfgoedkaart.
De erfgoedkaart is een kaart die we maken als inventarisatie voor alle plannen die we maken om cultuurhistorie daarin mee te nemen. En nou, weet ik dat 40 jaar geleden is er een plan gemaakt voor de Haagsbeemden, maar dat is ook weer van tafel geveegd. Dat klopt. 40 jaar geleden was het eigenlijk traditie om een plek waar men wilde gaan bouwen helemaal te bedelven onder het ophoogzand en dan een leuk plan neer te leggen. Maar hier in Haagsbeemden had je landgoed Burgst. Dus er was heel veel weerstand bij omwonenden en historici van dat landgoed. En toen hebben ze een landschapsarchitect, Frans Maas, en een stedenbouwkundige, Leo Tummers, ingevlogen. En die hebben toen een ontwerp gemaakt wat om het landgoed heen boog. En dat is een bijzonder ontwerp, heb ik begrepen. Het was echt een trendbreuk in de ruimtelijke ordening. En het Rijk heeft dus ook de Haagsbeemden als een van de 35 iconen in de kanon van de ruimtelijke ordening opgenomen. En nou heb je een erfgoedkaart gemaakt. Wat is daar voor bijzonders uitgekomen? Voor de Haagsbeemden een aantal dingen, maar een van de meest bijzondere dingen was toch wel dat er een relatief grote buurt in de stijl van de Bossen School is ontworpen. Het zijn eigenlijk 5 deelbuurtjes, dus dit buurtje, de Beemdenbuurt, ja. Maar ook de tuinen, de akker, de Moerenbuurt en het buurtje rondom Spank. Met de Bethlehemkerk als centrum. Ja. En er zijn eigenlijk maar 5 van die grote buurten in Nederland, allemaal in het katholieke zuiden. Want Bossen School heeft een link met het geloof. Ja. En dat is eigenlijk heel bijzonder. En waarom is het? Dus wij zijn heel bijzonder. 1 van de 5 buurten. Kan je wat meer vertellen dan over het ontwerp wat hier gebruikt is? De Bossen School is een bepaalde stijl, aanvankelijk voor architectuur. Maar uiteindelijk zijn ze ook verder gegaan met stedenbouwkundige plannen, dus echt hele buurten ontwerpen. En de grondlegger van de Bossen School was een pater, Dom Hans van der Laan. Zijn vader was architect, zijn broer was architect, hij deed zelf de opleiding, maar hij is toch het klooster ingegaan, maar daar kon hij het niet loslaten. Nee. Dus hij is het plastisch getal gaan ontwikkelen. Wat is dat, het plastisch getal? Een hulpmiddel. Elke architect die wil de juiste verhoudingen in zijn gebouw. En het plastisch getal is een hulpmiddel om een gebouw te maken wat mensen bijna automatisch mooi vinden. Ja. Dus gaat het om verhoudingen van de breedte van het raam ten opzichte van de hoogte van het raam, de verhoudingen in de ruimtes. En daar is hij eigenlijk heel goed in geslaagd. En dat vinden we dus hier terug in de Haagsbeemden. Ja, ja. Is er nog meer tevoorschijn gekomen uit jouw onderzoek naar de historie van de Haagsbeemden? Nou, naast Bossen School en het landgoed, dat spreekt denk ik voor zich, dat weet iedereen wel, is ook eigenlijk de Donkerbuurt heel bijzonder met de Apenrots. Daar was eigenlijk het ideaal om mensen elkaar te laten ontmoeten. Dus, en dat er geen hiërarchie was. Dus in de woningen daar zie je geen verschil tussen een rijwoning en een appartement. Dat gaat allemaal stapje voor stapje in elkaar over. En bij de Apenrots was zelfs het idee dat je op elke verdieping nog ontmoetingsplekjes had. Dus eigenlijk een oneindige structuur. Die, ja, precies. Dus mensen noemen het wel eens denigrerend bloemkoolwijk. Maar er zit echt een heel belangrijk sociaal ideaal achter. Je bent bezig met het maken van een interactieve cultuurhistorische kaart. Wat is dat precies? Dat is een inventarisatie van de geschiedenis van Breda, de stad, de dorpen eromheen en het buitengebied. Vanaf 2012 zijn we verplicht om cultuurhistorische waarden mee te nemen in de plannen. En dat betekent ook dat de gemeente in de planontwikkeling daar wel iets mee moet. Hoe bedoel je dat er iets mee moet? Als het cultuurhistorische waarde heeft, dat je het niet zomaar sloopt. Maar dat je in ieder geval het idee erachter in ere houdt als je iets gaat veranderen. Want het is absoluut niet de bedoeling om alles te bevriezen of te houden zoals het is. Het is meer van als je iets gaat veranderen, bijvoorbeeld een uitbouw bij een Bossen Schoolwoning. Ja. Doe het dan in de geest van de Bossen School. Bouw daarop voort. Bouw daarop voort. Ik sta hier met Bas Maas, fractievoorzitter voor de SP in Breda. En misschien kan u vertellen waar we staan. We staan in de Haagsbeemden, aan de rand van de landgoederenzone, waar de Haagsbeemden eigenlijk omheen gebouwd is. En zoals je ziet, een prachtig mooi stukje van de wijk. En wat is jouw connectie met de Haagsbeemden? Ik heb hier heel lang gewoond. Op mijn tweede ben ik hier komen wonen samen met mijn ouders. Daar ben ik 20 jaar later zo'n beetje op mezelf gaan wonen. En sinds vorig jaar woon ik er opnieuw, samen met mijn vrouw en kind. Dus ik ben even uitgezworven, maar ik ben toch weer teruggekomen op het vertrouwde nest. En waarom? Wat is er zo aantrekkelijk aan de Haagsbeemden?
Ja, het is een beetje een haat-liefdeverhouding. Als jongere vond ik vooral dat het allemaal overal erg ver vandaan lag. En dat heel lang fietsen was naar de stad. Maar als je op een gegeven moment weg bent, dan weet je toch wel, ga je steeds meer waarderen dat je binnen een paar minuten altijd in het groen stond. Dat het eigenlijk alles in zich had. Dat je een mooie huis hebt voor een schappelijke prijs. En dat is denk ik hetgeen wat ik steeds meer ben gaan waarderen, waardoor ik uiteindelijk ook weer teruggekomen ben. Dus eigenlijk moet je wat ouder zijn om de Haagse Beemden goed te waarderen. Ja, verstand komt met de jaren, denk ik. Dus zo zou je het kunnen zeggen. En als we nu kijken, want de Haagse Beemden bestaat 40 jaar dit jaar. Hoe moet het nu verder met de Haagse Beemden? Je ziet wijken die heel erg goed georganiseerd zijn, die het allemaal prima zelf kunnen. En je ziet ook wijken waar dat wat minder is. Ik zou zeggen, de Haagse Beemden zit daar een beetje tussenin. Het gaat niet vanzelf, dus de gemeente moet daarbij helpen en dat doen ze ook gelukkig. En als je dan kijkt naar de jongeren, want net zei je zelf, toen ik jong was vond ik het eigenlijk vervelend, moest ik en fietsen naar de stad. Is er voor jongeren genoeg te doen in de Haagse Beemden? Nee, dat is ook een al lang gekoesterde wens van zowat heel de politiek, maar die nog niet echt verwezenlijkt is een jongerenaccommodatie in de Haagse Beemden. We zijn er een paar keer dichtbij geweest, en waardoor het om allerlei redenen uiteindelijk niet doorging. Maar dat is wel iets waar we aan moeten blijven trekken om dat toch een keer voor elkaar te krijgen. Er zijn wel wat initiatieven, bijvoorbeeld in bestaande buurthuizen waar jongeren af en toe terecht kunnen. Maar echt een eigen locatie waar ze zelf de tent draaiende houden. Echt ook die verantwoordelijkheid. Geef ze die verantwoordelijkheid maar. Daar moeten we echt aan. Dat is een lang gekoesterde wens ook van mij en van de SP. Maar volgens mij van heel de politiek. En dan hebben we het over de jongeren, maar er zijn ondertussen ook heel veel ouderen. Er zijn mensen die hier al 40 jaar wonen. Zijn er genoeg voorzieningen voor de ouderen in de Haagse Beemden? De ouderen hebben de toekomst, zeg ik wel eens voor de grap, maar dat is met de vergrijzing is dat natuurlijk zo. Er komen steeds meer ouderen bij, dus dat is wel een groeiende groep. Maar bijvoorbeeld qua openbaar vervoer, hier laatst langs de Merodelaan is weer een buslijn geschrapt. Daar moeten we wel echt alert op blijven, dat er niet elke keer bijvoorbeeld dat soort dingen worden uitgekleed. Want dat soort zijn voorzieningen die belangrijk zijn voor ouderen, evenals bijvoorbeeld de supermarkt om de hoek om dagelijks een loopje te hebben en een beetje onder de mensen te komen. Wat gaan jullie doen als SP? We zetten ons heel erg in ook om de leegstand op het hekswiel te bestrijden. Om daar bijvoorbeeld de eigenaar Dela Vastgoed heel erg achter de broek te zitten. Doen ook de nodige investeringen. De gemeente draagt mede op ons verzoek veel geld daaraan bij. Maar Dela moet ook zeker wat doen, zodat dat het ook een aantrekkelijker winkelcentrum wordt. Met als het even kan lagere huren. De buslijnen die geschrapt worden, daar gaat eigenlijk de provincie over. Maar als het zo is, dan verzetten we ons daar wel tegen. Dat hebben we ook gedaan door bijvoorbeeld hier een bushokje een dag lang te bezetten. Hadden we het glazen hok genoemd. Een soort variant op het glazen huis. Ja. Dus dat soort dingen door de aandacht voor te blijven vragen. Maar ook concreet in de gemeenteraad geld vrij te maken en beleid te maken om het beter te maken. Oké, en dan wil ik nog heel even terug naar, je woont hier ook nog steeds in de Haagse Beemden. En je hebt hier vroeger gewoond. Wat is je mooiste herinnering aan de Haagse Beemden? De mooiste herinnering is denk ik wel als ik als jongere, en dan heb ik het over als knultje van 8 of zo, dat je lekker de veld in kon trekken, het groen in kon trekken, die landgoederenzone. En dat je daar, we spelen altijd soldaatje volgens mij, maar dat je dan echt binnen 2 minuten daar midden tussen de bomen en in het bos stond. En dat zijn wel hele mooie herinneringen aan deze wijk. Dus vooral het groen en ik denk dat het mooiste is. En nog één ding, de aansluiting met Breda. De Haagse Beemden ligt eigenlijk buiten Breda. Zo voelen de Bredaenaars het en ook de Haagse Beemders, omdat er industrie tussen zit. Zijn er plannen om dat aan te passen, zodat de aansluiting met de binnenstad beter wordt? Ik denk dat alle industrie die nu tussen de Haagse Beemden en Breda zit, dat die in de loop der tijd, maar dan heb je het echt over tientallen jaren, zal verdwijnen. En dat daartussen ook weer een wijk ontstaat, zodat langzaamaan Breda en de Haagse Beemden steeds dichter naar elkaar toe groeien. Maar dat kan wel heel erg lang duren. En in de tussentijd moeten we zorgen dat de verbindingen goed blijven met het openbaar vervoer, met fietspaden, met wegen. Dus dat is een mooi vergezicht. Maar in de tussentijd zorgen dat we niet afdrijven van Breda, maar gewoon er een onderdeel van uit blijven maken.